Gemiddeld 1 op de 15 werknemers in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven of kan dat helemaal niet. In het dagelijks leven en op het werk lopen zij tegen veel problemen aan. Ook uw bedrijf heeft ermee te maken, want voor het invullen van een formulier, het begrijpen van veiligheidsvoorschriften, het invullen van een werkrooster of het lezen van het personeelsblad moet je kunnen lezen en schrijven. Beheersing van de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen is essentieel om goed te kunnen functioneren op de werkvloer. Voor u als directielid ligt er een belangrijke rol weggelegd in de aanpak van laaggeletterdheid. Het belang bij de aanpak van laaggeletterdheid is natuurlijk een stuk bewustwording. En we hebben samen met 60 HRM'ers, met praktijkopleiders, maar ook met leidinggevenden een scan op basisvaardigheden ontwikkeld. Onze eerste inzichten in deze problematiek hebben onmiddellijk tot concrete projecten geleid. Omdat het noodzakelijk is voordat mensen aan de cursus beginnen, er een zogeheten voorschakeltraject plaatsvindt. Ik geef u een voorbeeld. In onze fabriek in Drachten hebben wij een basistrainingscentrum nu een taalopleiding gestart die voorafgaat aan het volgen van de uiteindelijke vakopleiding. We hebben de laaggeletterdheid aangepakt door het eerst uit de taboes weer te halen op een hele kleine schaal. We zijn met een klein groepje mensen daarmee begonnen die zich aangemeld hebben. Met een klein standje in de ontvangsthal. Nou, daarna is het eigenlijk als vanzelf een beetje gaan rollen. Dus toen we dat wisten, hebben we het iets groter aangepakt. We hebben eerst een aantal mensen opgeleid. Toen die opgeleid waren, hadden we ook een aantal ambassadeurs. Was het ook niet meer raar om daarmee bezig te zijn. En uiteindelijk hebben we dus nu op regelmatige basis volle cursussen waarin we mensen dus opleiden in lezen en schrijven. Ik denk dat de aanpak van laaggeletterdheid in ieder geval heeft opgeleverd dat mensen het gewoon vinden om een cursus te doen. Dat helpt ons enorm. Het heeft ons opgeleverd dat mensen instructies beter kunnen begrijpen. Het geeft een veiliger gevoel. En ik denk dat het ook werkt aan de eigenwaarde van mensen en dat het minder vreemd is om er iets mee te doen. En ik vind het ook echt alleen al om die reden heel erg goed. Kennis is de belangrijkste grondstof van de economie. En dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. En het is van groot belang dat personeel goed wordt geschoold om niet langs de lijn te blijven staan. Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor alle bedrijven om ervoor te zorgen dat de mensen goed geschoold zijn, weerbaar gemaakt worden voor de arbeidsmarkt en ook blijvend kunnen participeren in de toekomst. Het is echt in je belang. Het is goed voor de mensen, het is goed voor hun eigenwaarde en het maakt het ook makkelijker om met de mensen samen te werken. Dus je hebt van allerlei kanten heb je er echt belang bij om er iets aan te doen. En we zijn ook in de positie om er iets aan te doen.